Hallo allemaal, daar ben ik weer. Ik ben weer terug met een vloeistofreview. En deze keer de laatste van de 12 Monkeys. Dus dit is nummer 8 van de 8, de Bono yoghurt. Ik heb echt genoten om deze lijn te reviewen. Ik vind de smaken erg goed. Ik heb tot nu toe 2 favorieten. Maar we gaan eerst even deze proeven. Misschien heb ik er zo meteen 3. Oeh, yoghurt. Bosvruchtenyoghurt? Ja, volgens mij is het bosvruchtenyoghurt. Even kijken wat er bij de beschrijving staat. 12 Monkeys Bono yoghurt is een... e-liquid is een recept voor de yoghurtliefhebbers. Een perfect gebalanceerd, wilderige melodie van meerdere bessensoorten, afgewerkt met romige, frisse yoghurt. Nou, ja. Bosbessen, bosvruchten, komt ongeveer op hetzelfde neer. Oh, hij is echt heel lekker. Dus, je hebt wel een klein beetje het zuurtje van de yoghurt, maar wel echt een heerlijke, romige smaak. Ja, en de bessen proef je... Het is trouwens... Deze komt qua smaak het beste bij blauwe bessen in de buurt wat ik ooit geproefd heb. Want de meeste blauwe bessen e-liquids die ik nu toe gehaald heb, dat is... Nee, komt niet. Is wel blauwe bes, maar de chemische variant. En dit komt in de buurt van echt de, hoe een blauwe bes smaakt. Ja. Ik vind deze erg lekker. Ik denk dat deze ook zeker nu wel bij mijn top 3 hoort. Dus nu ben ik een beetje aan het twijfelen welke ik beter vond. Candy of Manga Bees. Maar deze staat zeker nu op mijn nummer 3. Ik denk dat toch wel de Candy wint. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Dat, kijk, ik vind gewoon... ik vond die smaak gewoon lekker. Het kan best zijn dat ik over een maand net, zeg maar, de yoghurt weer wat meer prefereer. Maar ja, dat is, soms dan wissel ik wel eens af. Nee, ja. Gewoon bonenyoghurt, Candy en Manga Bees. Dat zijn gewoon mijn 3 beste vloeistoffen. Ik ga geen 1, 2, 3 geven, want ze zijn gewoon alle 3 gewoon heel lekker. Andere vloeistoffen waren ook heel lekker, maar die 3 vond ik echt het lekkerst van deze 8. Dus, dat was hem weer. Jullie zien mij binnenkort terug met een andere review. Ik weet nog niet precies wat. Maar dat zie je wel. Waarschijnlijk volgend weekend zie je mij en Emiel samen weer met de vlog. En tot die tijd, jullie weten het. Stop met roken en ga dampen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. We zouden het ook erg leuk vinden als je je abonneert op ons YouTube kanaal. Laat comments hieronder achter. We reageren altijd redelijk snel. We hebben ook een Facebook, een webpagina en tegenwoordig ook een Patreon. Mocht je ons willen steunen bij onze aankopen voor dit kanaal. En nogmaals, bedankt voor het kijken. Doei doei!